Breda nu. Je weet het meteen. Super, lukt hij dat niet? Was op voor de camera, hè? Die zit bijna tegen de poffel. Ja, dat is goed. Ja, vandaag zijn we aan de Terheidenseweg bij Arendse. Klimvereniging Cocon die heeft daar de trainingen. Klimmen, het is, je moet helemaal geen hoogtevrees hebben. Maar ja, er komt best wel veel bij kijken, want je moet behoorlijk sterk zijn om omhoog te klimmen. En ik heb vanavond ook even een gesprek met Kevin, de coach. En die heeft de leiding over de kinderen die hier aan het klimmen zijn. Ja, Kevin, jij geeft hier de leiding aan het klimmen. Wat komt er bij kijken bij het klimmen? Het lijkt zo eenvoudig, maar... Ja, er komt van alles bij kijken. Het is niet alleen lichamelijk heel intensief. Het is ook geestelijk een enorme puzzel om op te lossen. Dus je bent met heel je lichaam, je gebruikt echt bijna al je spieren. En dan moet je ook nog eens je hoofd erbij houden van... hoe ga ik mijn lichaam houden en hoe pak ik de volgende greep en hoe kom ik boven? Dus het is een... Ja, een echte sport en een echte technische puzzel voor in je hoofd. Ja, dus voordat je zo'n parcours gaat beklimmen eigenlijk, dan moet je eigenlijk al weten hoe of wat. Het is wel slim om van tevoren even naar de route te kijken. Iedere route heeft een eigen kleur. Dus je klimt eigenlijk één kleur en ze hebben allemaal een verschillende moeilijkheidsgraad. Dus het begint bij een 3, wat makkelijk is. En zo kan je het helemaal opbouwen naar een 8, wat echt bijna niet te doen is. En het is wel slim als je een route gaat klimmen om te kijken naar de grepen. Dus van hoe kan ik mijn handen inderdaad houden? Je gaat hem eigenlijk inlezen. Je gaat eerst de puzzel oplossen in je hoofd en vervolgens ga je hem ook uitvoeren. Want je hebt grote en kleine grepen. Zo'n klein grip die is wel heel erg moeilijk, denk ik. Ja. De kleine grepen zijn heel lastig. Dat is echt voor je pezen. En die moet je heel goed trainen. Maar je hebt zoveel verschillende grepen. Soms heb je ook grepen die een beetje aflopen. Dat zijn van die bollen. En ja, daar moet je ook gewoon goed voor trainen. Je hebt de randjes inderdaad. En in het begin heb je gelukkig bakken waar je hele hand in kan stoppen. Maar hoe hoger het niveau, hoe lastiger het wordt. Waar moet je eigenlijk de kracht zetten? De kracht, het belangrijkste, je heel lichaam, techniek. Dus je benen lekker hoog in de muur. Want als je puur op je armen naar boven gaat, ja, dan kan je 1 of 2 routes klimmen, maar dan ben je helemaal op. Dus je wil je complete lichaam gebruiken. Je benen gebruik je net zo goed als je armen, je rug, al je spieren. Als je klimt, dan doe je het altijd met 2. Er is eentje bij die ook alles in de gaten houdt. Wat is zijn taak voornamelijk? Dat is de zekeraar. En de zekeraar die zorgt ervoor dat als de persoon in het touw valt, dat hij gewoon blijft hangen, dat er eigenlijk niks aan de hand is. Dus er is 1 persoon die haalt telkens het touw in. En als die persoon boven is, dan roepen we blok. Dan gaat die persoon hangen en dan laat je hem weer rustig zakken. Dat is ook een hele belangrijke taak. Ik heb net even meegekeken, maar ik zag ook inderdaad veiligheid boven alles. Je controleert elkaar ook met de knopen bijvoorbeeld. Hè? Zeker, ja. Je controleert elkaars gordel of de zekeraar inderdaad helemaal goed alles vast heeft zitten. Of de klimmer goed ingebonden is. Je doet elkaar echt dubbel checken en dan pas ga je klimmen. Want een foutje is snel gemaakt, dus het is wel zo slim om alles dubbel te checken. Gaan jullie ook bijvoorbeeld wel eens naar het buitenland, naar Duitsland of zo, om te klimmen met de groep? Ja, we hebben inderdaad uitjes. Binnenkort gaan we naar Italië toe. En dan gaan we daar gewoon echt buiten in echte rotsen klimmen. Dus dat kunnen ze hier alvast oefenen. Ik zag ook het schoeisel. Er zijn erbij die een soort bergschoenen of wandelschoenen hebben. Kun je daar ook goed mee klimmen? We hebben speciale klimschoenen hiervoor. Die zitten strak om je voet. Dat eigenlijk bij je tenen zitten er een beetje tegenaan. En op die manier dan kan je gewoon goed voelen waar je voet zit. En dan kan je daar goed druk op zetten. Ja, dus zonder klimschoenen dan heb je een beetje zo'n flap en dan kan je eraf schieten. Dus klimschoenen zijn wel aan te raden als je hoog niveau wil doen. Wat is jouw grootste uitdaging? Mijn grootste uitdaging?
Ik heb ontzettende hoogtevrees. Ik vind dit een geweldige sport. En als ik helemaal boven ben, 35 meter, dan sta ik altijd trillen. Ja, ik vind het geweldig, die adrenaline. Maar ik ben echt wel heel bang vaak. Maar dat maakt het geweldig, dat maakt het leuk. Heb je vanavond gepresteerd, de eerste 6? Ja, dat is heel fijn, want dan heb je net een 5 gedaan, kan je meteen ook een 6 doen. En 6 is moeilijker dan een 5, hè, die route, hè? Ja. Want wat is er dan moeilijk aan? Nou, je hebt veel meer techniek nodig. En het is ook gewoon, het is moeilijker, ja. Ja. En voor jou, want jij hebt ook al de 6 beklommen, hè? Ja, nou, sommige grepen zijn heel anders, dus dan de ene moet je bijvoorbeeld zo onderhands pakken en dat is best wel lastig soms. Ja, daar heb je ook weer veel techniek voor nodig. Ja, want wanneer moet je hem eigenlijk onderhands pakken? Als de greep zeg maar van onderen een soort deukje erin heeft, dan kan je hem het best onderhands pakken in plaats van bovenhands, zeg maar. Oké, want jullie hebben hele soepele schoenen wat dat betreft, hè? Ja. Moet je ook af en toe echt op je tenen gaan staan? Ja, er zijn ook van die grepen waar dan echt zo'n heel klein puntje in zit. En dan is het het beste om op je tenen te gaan staan. Daarom zit er ook een harde punt in je schoenen. Ja, en een soort van boogje. En wat is het moeilijkste wat jij ooit gedaan hebt? Nou, ik denk, ik heb een keertje geprobeerd een 6B te klimmen. En dat was wel best wel lastig. Dat is denk ik wel het moeilijkste wat ik heb geprobeerd, ja. Want hoe ver ben je toegekomen? Tot de helft, drie kwart ongeveer, maar niet helemaal uitgeklommen. Wat is dan het moeilijkste om nog verder te gaan? Nou, dan heb je net ietsjes meer techniek nodig of dan zijn we net ietsjes te klein en dan kom je er net niet bij. Ja, ja. Hoe lang zijn jullie al bij de vereniging, jij? Nu tweede jaar. En jij? Voor mij ongeveer ook, zoiets, ja. En hoe leuk is klimmen? Ik vind het heel leuk om te doen. Ja, dus je raadt iedereen aan om te klimmen? Ja, zeker. Ja. Heel leuk. Ja, oké. Probeer eens. Probeer het nu eens. Ja. Ja, de jongens en de meisjes van turnvereniging De Samensprong keken er al helemaal naar uit dat Breda nu op bezoek komt. We zijn in Prinsenbeek. De jongens en de meisjes die gaan oefeningen doen, onder andere op de tumblingenbaan. Dat is een baan waar je salto's onder andere kunt maken en allerlei sprongen. En we gaan ook naar de rekstok kijken en ook naar de brug en nog allerlei andere onderdelen van de turnen. Dus blijf vooral kijken. Ik heb jou toen straks zien turnen. Jij doet het heel goed, hè? Doe je ook mee aan wedstrijden? Ja, ik doe mee aan wedstrijden. Divisie 4 en niveau... Nee. Niveau 4. Divisie 4, niveau 10. Oké. En turn je al heel lang? Ik turn 2 jaartjes. Oké. En wat is jouw favoriete onderdeel? Ik vind alles leuk. Ja? Ja. En wat is vooral jouw drijfveer? Wat is het belangrijkste om goed te kunnen turnen?
Nou, blijven gemotiveerd. Gemotiveerd blijven en ja, altijd nieuwe dingen willen leren. Ja, echt. En jij bent heel leergierig daarin? Ja, ik leer graag nieuwe dingen aan. Oké. En hoe heb je het gedaan bij de wedstrijden? Redelijk. Redelijk? Ja. Is er dan een zekere spanning? Af en toe. Ja? Ja, vooral op het begin. En wat vind je het allerleukste aan het turnen? Nou, je ontwikkelt je kracht ook en ja, je leert zoveel nieuwe dingen wat je normaal niet leert. Oké. Net als voetbal, dat is standaard eigenlijk. Iedereen kan het wel. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat je eigenlijk alle spieren gebruikt van je lichaam? Veel. Ja? Doe je naast de turnen nog andere sporten? Nee. Je focus je echt op het turnen? Ja. Oké. Hey, heel veel succes verder. Dankjewel. Thomas, jij bent ook trainer hier, ook van de jongens. Klopt, ik ben de hoofdtrainer hier. Lieke en Ties zijn mijn collega-trainers. Ja. Want jullie trainen hoe vaak per week? Twee keer per week. Ja. En dan een uur of twee uur? De mogelijkheid is er om twee keer op de donderdagavond en de zaterdagochtend drie uur te trainen. Dat op de donderdagavond is alleen voor een aantal jongens te laat, voor de wat kleinere. Dus die trainen dan twee uur. En de grotere die gaan nog een uur door. Ja, jij traint de meisjes. Hoe bijzonder is het om eigenlijk gezamenlijk te trainen? Nou, nu vanavond train ik de jongens. Maar op vrijdag en zaterdag train ik inderdaad meisjes. Gaat gewoon hartstikke goed. We zijn hele goede collega's met Femke, met de damesgroep. Gaat prima. Ja, geen klachten. Kijk, leren ze ook heel veel van elkaar. Je ziet ook wel eens de meisjes naar de jongens ook kijken. Ja. Nou ja, het is natuurlijk heel anders turnen, jongens of meisjes. Maar over het algemeen leren de jongens onderling van elkaar en de meisjes ook. Ja. Hoe is het met het niveau, Ties? Het niveau gaat eigenlijk hartstikke goed. We gaan heel erg vooruit de laatste tijd. We proberen nu ook steeds meer op de wedstrijden wat hoger in te schrijven. Gewoon steeds meer omhoog, zeg maar. Alles doen we daaraan. Ja, dus je kunt zeggen dat er veel meer jongens bij komen die aan wedstrijden mee kunnen doen. Ja, steeds meer. We hebben al een hele lange wachtreis. Alle jongens zijn welkom. Maar het duurt eventjes voordat je in de wedstrijdgroep komt. Maar we gelukkig hebben nog recreatie en zo. Ja. Maar dat betekent wel dat ze heel veel moeten trainen, denk ik, hè, Thomas? Dat is essentieel. Ja. En niet alleen het trainen zelf, maar ook de mentaliteit die erbij hoort. Ja. Dat vraagt natuurlijk ook nog wel de enige aandacht in de wedstrijdgroep, maar dat is wel belangrijk. Ja. Want kun jij iets zeggen over de mentaliteit? Waar moet een goede turner aan voldoen of turnster? Nou, het zal fijn zijn als ze iedere training aanwezig zijn. Een bepaalde concentratie, een bepaald uithoudingsvermogen. Maar wat ook wel heel erg belangrijk is, is dat ze er heel veel plezier in hebben. Zonder plezier, ja dan. Maar dat geldt voor iedere sport natuurlijk. Ik heb wel gezien dat ze heel veel plezier hebben vanavond. Maar mochten er turners of turnstersjes zijn die willen trainen, mogen ze een keer proeftraining draaien hier? In eerste instantie komen ze dan bij de recreatiegroep. Bij de proefles. Ja. Maar als daar blijkt dat er potentie in zit, als er talent wordt gezien, de basis is goed. En dan bedoel ik de lenigheid en de kracht en de wil om te turnen. Dan is er altijd de mogelijkheid om in de wedstrijdgroep ook een proefles mee te trainen. Maar daar zullen wij ook op scouten. Want we hebben gewoon intern een scoutingsbeleid. En als ze er klaar voor zijn, dan zullen we ze overhevelen naar deze groep. Ja. Hoeveel leden zijn er in totaal hier, jongens en meisjes, die zo vanavond trainen? Ja, dat durf ik echt niet te zeggen. Maar vanavond denk ik dat er een stuk of 30 waren. 35 misschien. En de club is enorm groot. Er zijn zoveel wedstrijdgroepen, vooral dames wel. En dat durf ik echt niet te zeggen. Ja, ik stond echt te kijken van het niveau dat behoorlijk hoog is inderdaad. We waren een keer gaan kijken bij Zoom en toen zagen we ook een turnen. En dat was echt geweldig hoor. Maar het leuke is ook, zeker bij de herengroep, de jongste die is 8 en de oudste die is 20. En de niveaus verschillen tussen regionaal, maar ook landelijk het hoogste niveau wat er te halen valt.
Dus de hele grote diversiteit aan niveaus en leeftijden. En onderling gaat het gewoon helemaal goed. En ze leren van elkaar, ze stimuleren elkaar. En dat is leuk om te zien. Breda nu. Je weet het meteen.